No. Who needs a map? Zeg er altijd op, hè? Welcome to Summoner's Rift. We hebben nu de derde dragon, dat is wel nice. Dat is een bonus move. Over here. Oké. 30 seconds until minions spawn. Know your environment. Know your environment. Got it. I'm going to get that hot board. Agreed. Minions have spawned. No, pack the Katarina. No time to waste. Nou, dat werkte ook nog. Luxie ging eventjes naar Katarina toe flashen en naar stunnen. Toen kwam Leona aan met haar stun en toen heb ik even Katarina gekild. Holy shit, wat is dit nou weer? Wacht. Die ulti van... Het maakt ook niet uit hoe tank je bent. Die ulti van die Cho doet me gewoon nog 1000 damage op mij. Kan ik mijn ZZ Rotport niet completen? Fai die zegt ook get dunk. Wat zit Leona mij nou te pingen? Ophouden. We hebben 15 hele punten voor dit. Wauw. Eerst een krijgen dan. Nee. Want Riot die doet niet meer aan royaliteit. Careful. Dat is al lang voorbij. Het gelijk toen ik in Diamond was, nou toen was het echt gelijk voorbij met de punten. Just wonder why Cho didn't go take the Rabadons. Boosted fucked hard. Oké. No time to waste. Wat aardig. An ally has been slain. Ja. Wat doet mijn Leona nou? Die staat nu gewoon naast de ze loopt zo. Heb je al mail gekregen of nog niet? An ally has been slain. This way. Waarom heeft Leona nou die ene keystone van dat ze mij extra hield? Ja. Ja, dan moet Leona dat nou weer nemen. Je moet toch Thunderlord kopen op Leona? Dat ze jou extra hield. Ze heeft die deze heal. Ja, nou ze heeft dat support item, hè, daar hield ze me mee. Oh. Dat is zo lol. Dat is zo dom.
Oh, god. Dat was het hele idee. Nu staat er weer AFK naast de deur. Who needs a map? Nou, als je niet AFK is, is het wel useful. It's all skill. Ik moet even een potje met Yasuo spelen, maar... Oh nee! Hij nodigt pijn aan mij voor. Over hier! Met de pro-champ. Nou, je klinkt nu weer heel, je klinkt heel raar. Hallo? Hallo. Ja, je klinkt heel raar. Ik kom zo net ook voor je oren op zwart. En ik ben nu niet aan het uploaden, dus goed. Dit is gewoon heel big. No time to waste. Ik heb de enemy mocht gaan, maar hij heeft niet al weggehaald. Been slain. This way. An ally has been slain. Ik Dit in ge... Ja, great. Nah, ja, great. Great. Ik ben op de counter Yasuo. Nah, ik ben niet meer. Yasuo ADK. An enemy has been slain. What the fuck, this look. This one. Leg maar even weg als ik al mijn auto-attack op je heb gedaan. Oh, wat zijn die mensen daar goed in, hoor. Dat zien ze van... Oh, ik ga dood! Oh, ik ben al dood! Ik vlieg nog even weg. Nee, ik ga vanavond weer met dat team spelen van Kaas. Ik denk dat er even wat leuke dingetjes gespeeld gaan worden. Want ik moet dan mid-spelen, hè. Dus ik denk dat ik Jaime maar even moet hebben. Oh, dan hebben ze weer een... Ik moet jouw team maar even gaan carryen. Wie zou ik even spelen? Jarvie! Die smikkelsie! Die is toch gebuffed, Jarvan? Probeer die niet even. Zitten we met smikkels in? Dat is gewoon shit. Ach, we zijn alweer full AD. Enemy has been slain.
voor AD is dit is nu wel minder erg, omdat je zo ongelooflijk veel armor penetration hebt. Er zijn nu echt zo ongelooflijk veel items die armor penetration geven, dat je op een gegeven moment echt iets van echt van 60 armor penetration kan hebben. Exclusief room. Dat zal wel even kijken. Nou, ik kan het wel. Stel je hebt de laatste Whisper, dan heb je 30% bonus armor penetration. Ja, die is ook heel goedkoop. Ja, bonus armor, hè? Dus alleen de Laatste Whisper. Lord Dominix heeft 45%. Ja. Nou, hier Marvel Morses heeft 10 armor penetration. Humans Ghostblade heeft 20 armor penetration. Ja, maar dat is gewoon, die items zijn gewoon goed, ook al speel je gewoon tegen. Nou, als je ook nog Black Cleaver en zo koopt en je hebt ook nog runes en zo die daar op inspelen. Nou, dan is dat dan kun je net zo goed gewoon niet armor hebben, want dat maakt helemaal niet uit. En als je dan ook nog een Yi hebt of zo, met die zijn E aan hebt met true damage, dan is het echt gewoon letterlijk alsof je niet armor hebt. Zelfs als je dan een Malphite speelt met iets van 300 armor als het niet meer is, dan gaat dat alsnog niks uitmaken. Nou ja, het ligt eraan wat hij gaat kopen. Als hij dan een formel heeft en Frozen Heart en zo, dan dat zijn wel leuke items tegen Attack Speed Champions. En dan ga je een beetje dood. Maar Black Cleaver is ook wel leuk. Ah, we hebben Blitzcrank, dus we moeten invaden. Garen die... Oh, wij hebben een Garen, dat belooft ook al veel goed. En die zegt, damn, it's Heimerdingdong. Is het met tegen Heimerdingen spelen? Heimerdingdong. Hebben ze dit nou door? Hoe kan ze dit nou door hebben? Nou, daar ga ik al heen lopen, je fucking troll. Bart had al weer zo'n chime neergelegd. Nou, dat snappen we niet in. Mana Mew. Dat vind ik wel leuk.
okay. What the fuck? Your team has destroyed an inhibitor. An enemy has been slain. Know your environment. Ik vind de red weer zo fucking irritant om te pakken. Je kunt toch smijten doen, dan krijg ik alle HP weer terug. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik zet echt altijd een wardnip aan mijn rapper, omdat ik dan bang ben om geïnfeed te worden. Ik word echt nooit geïnfeed. En de eerste keer dat ik niet een ward heb neergezet, word ik geïnfeed. Het is echt altijd hetzelfde. Nee, maar het is zo irritant. Die rapper, als je een basic attack doet en er van wegloopt. Als je dan zeg maar... Al veel verder bent dan zo'n auto-attack range, dan gaat hij alsnog auto-attack. En dat is zoiets, je kan dat ding echt vet slecht kijken. Echt zo irritant. Your team has destroyed an inhibitor.